Het valt mij op dat vooral beginnende schrijvers vaak moeite hebben om variatie te brengen in het verteltempo van hun verhalen. Bij het schrijven schrijven ze de dingen op zoals het verhaal bij hun binnenkomt. En dat is redelijk chronologisch en redelijk gelijkmatig qua verteltempo. Wat dan ook maakt dat het verhaal na verloop van tijd gaat kabbelen, dat het een beetje saai wordt. En aan mijn cursisten en mensen waarvan ik de manuscripten nalees, geef ik wel regelmatig de opmerking van probeer meer variatie te brengen in het verteltempo. En mensen weten heel vaak totaal niet wat ze daarmee moeten met die opmerking. En ik begrijp dat ook wel. En daarmee dat ik die video even maak om eventjes iets meer uit te leggen. Dus het is helemaal goed om je verhaal in een eerste versie op te schrijven zoals het in je opkomt. Hè. Maar er moet altijd veel herwerkt worden. En tijdens het herwerken ga je letten op verschillende dingen. En één ervan is het verteltempo. Niet alles in een verhaal verdient evenveel aandacht. Dus het is helemaal goed om bepaalde delen weg te laten. Niet alles waar je aan denkt als schrijver, niet alles wat je nodig hebt om je in te leven in het verhaal, is noodzakelijk voor je lezer. En als je verhaal na het schrijven een beetje laat rusten, dan kan je die dingen ook weer terug opnieuw als lezer ontvangen en dan zie je zelf vaak van, dit stuk voegt eigenlijk niks toe aan mijn verhaal. Durf dan ook te schrappen. Dus als je variatie wil brengen in het verteltempo, dan bestaat dat voor een deel uit het schrappen van delen die geen duidelijke meerwaarde vormen voor je verhaal. Nu, wanneer vormt iets een meerwaarde? Dat is natuurlijk ook altijd een beetje de vraag. Iets kan ook gewoon sfeer toevoegen en dat is een meerwaarde. Of het kan iets vertellen over je personages. Of het kan iets over de plot vertellen, een plotsignaal weergeven. Dus het is altijd een beetje een afweging, maar soms heb je echt, zeker in dialogen, kan je echt wel stukken uitschrappen. Er zijn ook delen die gewoon niet zoveel aandacht verdienen, omdat ze wel essentieel zijn, maar niet zo heel leuk om te lezen. Of het duurt gewoon te lang, het geheel. En dan kan het goed zijn om te gaan schrappen, om gewoon ze in te korten, om de delen in te korten. En het kan ook zijn dat er delen zijn in je verhaal die erom vragen van uitgebreid te worden, omdat het heel erg spannende delen zijn, bijvoorbeeld. Soms is het goed om in een spannend deel alle details weer te geven en heel veel zintuiglijke waarnemingen. Ervoor te zorgen dat je lezer echt zich in het verhaal bevindt. Dus je gaat zijn zintuigen aan het werk zetten en al de dingetjes die daar te horen zijn, te zien zijn, te voelen zijn, weergeven. Dat zijn delen die je heel hard rekt. En dat is ook goed dat er in het verhaal zowel uitgerokken delen zijn, als korte delen, als delen die je helemaal schrapt. Dus dat leidt ertoe dat je meer variatie hebt in het verteltempo van je verhaal. En wat je dan ook nog kan doen, is een beetje spelen met de chronologie. Niet alles moet chronologisch verteld worden. Voor heel jonge kinderen wel, maar vanaf een jaar of 10 zeker niet meer. Dus het kan heel goed zijn dat je bepaalde delen schrapt, maar dat je die later in het verhaal opnieuw gaat weergeven via een flashback bijvoorbeeld. En dan speel je eigenlijk een beetje met de chronologie door zo dingen te doen. Of je begint gewoon volledig bij het einde, bij de ontknoping, waarbij er nog genoeg vragen zijn, hè? Waarbij ja, de lezer weet dan wel hoe het afloopt, maar weet helemaal nog niet hoe het verhaal zich ingevuld heeft. En dat je gewoon eigenlijk begint met het einde en dat je via flashbacks gaat opbouwen om het verhaal helemaal te doen leven. Dus
dat is belangrijk, denk ik, in een latere versie van je verhaal, dat je gaat zoeken naar een interessant verteltempo. Dat je gaat kijken van welke delen verdienen veel aandacht, welke delen verdienen minder aandacht, welke delen mogen geschrapt worden. Is chronologie een goed idee of niet? Ja, wie is mijn doelpubliek? En dat je daar bewust mee bezig gaat zijn. Dus ik hoop dat het zinvol was, dat ik dit eventjes uitleg. Dag!